Ik ben Merel Brusselens en ik was als kind al heel snel geïnteresseerd in muziek maken. Ik was, als ik filmpjes van vroeger kijk, dan was ik altijd aan het zingen en op mijn vijfde mocht ik al pianoles. Dat merkte ik ook later op de middelbare school en zo, dat daar wel echt een grote passie lag. Dan heb ik ook mijn eerste eigen bandje begonnen. Gewoon covers spelen en repeteren elke week. Dat is echt helemaal top. In zo'n band dan speel je toch samen en bij bepaalde evenementen op de middelbare school moest je ook heel veel samenwerken. En toen kwam ik wel gauw achter dat ik dat wel heel erg leuk vond. Ik ben ook naar Roemenië geweest op de middelbare school. Toen zijn we straatkinderen gaan helpen in Roemenië. En daarin merkte ik ook wel hoe muziek mensen kan verbinden. Dat was wel heel mooi om te zien. Muziek als middel bleek daar natuurlijk ook. En dat heb ik nog meer gezien in dat profielwerkstuk wat ik heb geschreven over de invloed van muziek op mensen met dementie. Dat kwam eigenlijk vanuit dat ik altijd muziek maakte voor mijn oma. Die was heel erg zwaar dement. En dat had zo'n grote invloed, dat was echt niet normaal. Zij herkende me eigenlijk niet eens meer. En ineens kon ze vertellen over vroeger en kon ze veel meer bewegingen maken. En dat was heel bijzonder. En daar wilde ik heel graag op door voor mijn scriptie. Dus ik ben het nou aan het schrijven en ik ben het aan het richten op hoe maak je het gebruik van muziek in zorginstellingen met mensen met dementie gemakkelijker en toegankelijker voor zorgverleners. Ik ben nu een app aan het maken over zingen in de zorg. Het is een opzet die denk ik heel goed werkt. En die wel iets heel moois kan brengen in zorginstellingen. Ja, ik denk dat muziek een bepaald iets in ons teweeg brengt. Een bepaalde saamhorigheid, een bepaalde plezier of in ieder geval een emotie. En dat neem je eigenlijk je hele leven mee. En dat zie je dus ook terug bij iemand die eigenlijk niks meer weet. Die niks meer van het leven weet. In mijn tweede leerjaar werd ik gevraagd om mee naar Thailand te gaan op een tour met een big band. Dat heb ik toen gedaan. En daarom heb ik ook toen mijn minor in mijn derde jaar gericht op de jazzmuziek. En toen ben ik naar New York geweest om daar op een school een jazzsemester, ja, een jazzcursus eigenlijk te volgen. Ik ben er allemaal jazzclubs geweest waar de grootste artiesten ooit hebben opgetreden. En ik wil gewoon terug. En dat is ook wel mooi aan onze studie. Wij komen eigenlijk alle doelgroepen tegen. Dus ik heb het basisonderwijs gedaan, het voortgezet onderwijs, onderbouw en bovenbouw. Afstudeerstage heb ik op muziekscholen gedaan en privé zangleerlingen gehad. Ik wil ze eigenlijk de vrijheid geven en de inspiratie om zich in muziek te verdiepen. Wat ik zie bij iedereen waarmee ik mee werk, dat is bizar hoeveel invloed muziek eigenlijk heeft en hoeveel impact het heeft. En dat is eigenlijk voor mij ook een reden omdat ik dat bij mezelf heb gezien. Wat het met mij doet, ja, dat wil ik dat iedereen dat kan ervaren. Yeah.